Vandaag een antwoord op de vraag van Trace. Trace heeft jarenlang met overgewicht gekampt, tot zo'n 2 jaar geleden. Overgewicht, welke was ontstaan om best wel een logische reden, namelijk Trace at overdadig grote porties eten. Grote porties van haar maaltijden, grote porties van haar snacks. Ja, en daar zitten dan gewoon te veel calorieleverende voedingsstoffen in om op een gezond gewicht te kunnen blijven. Ze kwam hier in de loop van de jaren door dit eetpatroon met overdadige porties, kwam ze aan. Ze heeft dus jarenlang als gevolg van dat eetpatroon met overdadige porties met overgewicht gekampt, tot zo'n 2 jaar geleden. 2 jaar geleden besloot Trace, ja, nu moet het gedaan zijn. Nu moet het gedaan zijn met die overtollige kilo's. Ik wil weer een gezond gewicht. En ze besefte zich, ja, dan moet ik mijn eetgedrag gaan veranderen. Dan moet ik de portiegrootte van mijn voeding, van mijn maaltijden, van mijn snacks terug gaan schroeven, gaan verkleinen. Heeft ze gedaan, ze heeft zichzelf gedwongen om normale porties voeding te eten per maaltijd, per snackmoment. En als gevolg hiervan is ze kilo's verloren. Kilo's welke ze te veel had. Ze is haar overgewicht in de afgelopen 2 jaar door simpelweg de overdadige porties te verkleinen tot normale porties en daarmee haar calorieinname te verminderen. Hierdoor is ze haar overtollige porties kwijtgeraakt. Zo af en toe, nu ze op haar gewenste gewicht gewoon zit, gewoon weer op een normaal gezicht, als gevolg van dat eetpatroon met normale porties, een normale calorieinname daardoor, heel af en toe is er nog wel zo'n moment dat ze behoefte heeft aan die grote porties van weleer. En dat neemt ze dan, maar dat leert ze ook heel snel weer af. Want wat merkt Trace, waar dat eerder nooit het geval was, is dat ze dagen, jarenlang, achtereen, bij elke maaltijd, elk moment dat ze wat at, overdadige porties, werd Trace nooit misselijk. Nog nooit had ze misselijkheid ervaren, hoe groot haar porties ook maar waren. En nu? Nu ze is afgevallen en ze af en toe denkt van, ja, ik zit nu op een gezond gewicht, ik mag best wel een keer weer wat meer eten. En ze staat zichzelf de portie van weleer, die overdadig grote porties, toe. Ja, dan merkt ze, ja, dat trek ik niet, dat trekt mijn maag niet, mijn maag verdraagt het niet meer. Want wat merkt Trace, als haar porties nu ook maar iets groter zijn dan gebruikelijk, dan een normale portie wat ze zichzelf heeft aangeleerd, heeft gedwongen om aan te leren, dat ze misselijk wordt. Dat ze het gevoel heeft, ik moet het weer uitproeven, zo wat misselijk. Haar maag vertelt haar, doe maar niet meer, ik kan het niet hebben. Het is te veel. Die signalen krijgt ze van haar maag tegenwoordig door dat misselijke gevoel. Wanneer ze ook maar iets te veel eet. En dat vindt ze vreemd, want eerder had ze dagenlang achtereen, jarenlang achtereen, veel te grote porties. En nu af en toe, eerder werd ze nooit misselijk en nu wel. Dus de vraag van Trace is, hoe kan het dat ik sinds mijn gewichtsverlies, dat ik opeens behoorlijk snel, en ik hoef maar een beetje een grote portie te eten, ik word misselijk. Hoe kan dat? Nou, Trace, misselijk gevoel, misselijkheid, zul je ervaren wanneer jij iets eet. En daar kauw je dan op, het belandt eerst in je mondholte, je kauwt daar als het goed is op, je slikt het door en het gaat door je slokdarm en dan belandt het in je maag. Zodra voeding in jouw maag belandt, ja, moet jouw maag, moeten de cellen in jouw maagwand, en dat zijn onder andere kliercellen, en dat zijn ook spiercellen, die moeten activiteit gaan vertonen als reactie op het belanden van voeding in jouw maag.
Het vullen van jouw maag. De vulling van jouw maag. De oprekking van jouw maagwand. De druk die toeneemt op jouw maagwand. Jouw maag, zodra voeding in jouw maag belandt, jouw maag moet werk gaan verrichten. Althans, de cellen aanwezig in jouw maagwand, zodra voeding erin belandt, moeten activiteit gaan vertonen. Die kliercellen en die spiercellen onder andere. Jij zult een misselijk gevoel gaan ervaren wanneer het werk wat vereist wordt van die cellen in jouw maagwand niet door die cellen verricht kan worden. Dus dat is kennelijk, sinds jij bent afgevallen, het geval. Jouw maag wil met de misselijkheid zeggen, dat is het signaal van jouw maag, ik kan het werk niet uitvoeren wat jij van mij verwacht, zodra jij iets eet en jij voeding in mij gooit. In het lumen van de maag. En activiteit vereist van die cellen. Ik kan het niet uitvoeren. Wanneer kunnen de cellen, en dat zijn dus spiercellen, dat zijn kliercellen, in de wand van jouw maag hun activiteit niet uitvoeren? Nou, wanneer die cellen niet in het bezit zijn van het vocht en de voedingsstoffen welke zij nodig hebben om energie te kunnen produceren. En uiteindelijk hetgeen te doen wat zij behoren te doen. De kliercellen moeten hormonen afgeven. Andere kliercellen moeten sappen afgeven. En er zijn spiercellen die zowel moeten aanspannen als ontspannen. Wanneer jij misselijkheid ervaart, dan staat er bijvoorbeeld, doordat de spiercellen in de wand van jouw maag niet goed hun activiteit kunnen uitvoeren, veel te veel spanning op jouw maag. Waardoor als voeding in jouw maag belandt en tegen jouw maagwand aan gaat drukken, dat is niet prettig, want die maagwandspieren kunnen niet meeveren, zeg maar, kunnen niet ontspannen en kunnen die druk niet hebben. Jouw maagwand raakt daardoor geïrriteerd. En die laat het merken, jouw maag laat het merken, door dat misselijke gevoel. Dat is een reactie op de irritatie van jouw maagwand, doordat die uitgeput wordt van hetgeen van hem verwacht wordt van die maagwandcellen wat niet uitgevoerd kan worden. Nou, dat tekort aan vocht en voedingsstoffen welke jouw maagwandcellen ervaren, waaronder dus die spieren aanwezig in jouw maagwand, hoe kan dat ontstaan? Want dat is kennelijk sinds jij bent afgevallen regelmatig aan de orde. Nou, jouw lichaam heeft één prioriteit, elke dag, dat is jou te laten overleven. En dat hangt samen met het bewaken van een ideale bloedsamenstelling. Op het moment dat jouw lichaam niet goed in staat is die bloedsamenstelling in stand te houden, die jou helpt te overleven, jouw bloedsuikerspiegel binnen bepaalde waarden te houden, je bloeddruk, het vochtgehalte in de bloedbaan, zuurtegraad en hoeveelheid oplosse stoffen, dan zou jouw lichaam niet bezig gaan met de verdeling van vocht en voedingsstoffen vanuit die bloedbaan over jouw weefsels. Vooral niet naar weefsels die niet nodig zijn op dat moment om te kunnen overleven. Dus de doorbloeding naar onder andere jouw maagwandweefsel, dus de vocht- en voedingsstoffenstroom richting jouw maagwandweefsel, zou beperkt worden, zal niet plaatsvinden, zodra wanneer jouw lichaam moeite heeft jouw ideale bloedsamenstelling te bewaken. Dus dat is kennelijk aan de hand, sinds jij bent afgevallen, want duidelijk zegt jouw maag, door nu regelmatig al heel snel misselijkheid te ervaren, ik kan die voeding die jij in mij gooit niet verwerken. En dat kan jouw maag enkel niet wanneer de cellen in jouw maagwand een tekort ervaren in vocht en voedingsstoffen welke zij nodig hebben. Nou, dat is dus het gevolg van jouw lichaam die in paniek is, niet goed in staat is jouw ideale bloedsamenstelling te bewaken. En dat is wanneer jij met je eetpatroon een vocht- en essentiële voedingsstoffentekort hebt veroorzaakt. En dat heb jij dus kennelijk veroorzaakt. Ik moet het alarm gaan uitzetten. Jij hebt tekorten gehad in vocht en essentiële voedingsstoffen. Daardoor is de doorbloeding van jouw maagwandweefsel afgenomen. Ervaren de spiercellen, kliercellen daar een tekort. En daardoor kan jij een grote portie niet goed meer verdragen. Jouw maag niet.